De mammoetvlaggen die in aanloop naar hoogtijdagen toe worden gehezen, zijn nu aan de vooravond van de viering van de 46e staatkundige onafhankelijkheid van Suriname wederom met militaire eer gehezen. De vlaggen zijn voor het laatst in verband met de jaarrede van de president op 1 oktober jongsleden gehezen. Het doel van het hijsen van de mammoetvlaggen moet meer gezocht worden in de richting van een speciale activiteit en het vergroten van het nationalistisch gevoel bij iedere Surinamer, zegt inspecteur van politie Milton Kensmiel. Dit gebeurt gezamenlijk door het Nationaal Leger, het Korps Politie Suriname en wel onder toezicht van de Wiege Autoriteit Suriname. De mammoetvlaggen zijn op 4 verschillende locaties gehezen. Beginnend bij het regeringsgebouw aan de Dr. Sofie Redmondstraat, het kruispunt nabij de Johan Adolf Pengel International Airport te Sanderij, nabij het hoofdkantoor van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM aan de Jagannath Lachmanstraat en bij de rotonde aan de Van het Hogeruitstraat.